In de week van het Nederlandse voedsel mag paling uiteraard niet ontbreken. En daarom ben ik vandaag te gast bij Stichting Dupan. Stichting Dupan bestaat 10 jaar, reden voor een klein feestje. Het is een enorme reden voor een feestje. Want in die 10 jaar hebben we heel veel gedaan voor de paling. Heel veel jonge paling Nederland ingeholpen. Volwassen paling Nederland uitgeholpen. De palingstand in Nederland gaat vooruit, dus het gaat goed. Waar staat Stichting Dupan precies voor? Nou, Stichting Dupan staat voor Duurzame Palingsector Nederland. Het bestaat uit de Nederlandse vissers, de Nederlandse palinghandelaren en de Nederlandse palingkwekers. 95% van de sector is daarbij aangesloten. Gelukkig kunnen we dat als consument ook zien aan een keurmerk. Maar er is nog een keurmerk, ESF. ESF is het palingfonds wat wij in Nederland eigenlijk begonnen zijn. Wat inmiddels ook in andere landen in Europa draait. Waarbij de consument kan kiezen voor een product dat bijdraagt aan die snelle herstel van de palingstand. Over de dijk helpen van volwassen paling. Aan het naar een geschikt leefgebied helpen van jonge paling. En aan een wetenschappelijk onderzoek. Dat is waar ESF voor staat. John van de Ven van Gastropedia.nl gaat mij zo meteen uitleggen hoe ik een typische Hollandse salade maak. Uiteraard met paling, maar ook met bietjes en met appel. Die paling laat ik hier even luchten en op temperatuur komen. Die komt uit de verpakking. Gekookte, gesneden, rode bietjes. Daar ga ik een beetje limoensap overheen doen. Olijfolie, een drupje, niet te veel. Daar ga ik een beetje wijnazijn in doen. Gewoon een paar drupjes voor de smaak. Daar ga ik een appeltje in snijden. Een Granny Smith, lekker vis, een beetje zuur. Heel klein beetje Hollandse ui. En ik doe er een beetje sisolief bij. Dat is ontzettend lekker en het kleurt ook leuk in het gerecht. Ik meng het helemaal fijn. Het lekkerste komt de paling je tegemoet als je de paling schuin snijdt. Dus schuin snijden, dan komt het lekkerste tot zijn smaak. Als iets er mooi uitziet, dan smaakt het nog lekkerder. Rode bietjes met appel, kruiden, gerookte paling en een beetje bietenchips voor de garnering. Er zijn overal in Europa eigen soorten bereidingen. En ja, als we daar misschien iets beter naar zouden kijken en niet alleen pizza eten in het buitenland, maar dan kom je ook palinggerechten tegen en er zitten echt hele lekkere gerechten tussen. Mensen denken dat paling altijd gerookt is, maar dat is natuurlijk niet zo. We gaan inderdaad barbecuen met paling, met verse paling zeg maar, rauwe paling. De truc is dadelijk dat we hem gaan grillen, maar ook af gaan lakken met een teriyaki saus. Dus dan krijgen we een soort van Japanse bereiding. Ook in Japan wordt enorm veel met paling gewerkt. En juist ook met een soja-achtige saus. Dus ook heel veel met die teriyaki of een andere type saus met soja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker proeven. Dankjewel. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. In heel Europa kom je gerecht tegen met paling. En er zitten echt hele leuke, verrassende combinaties bij. En wat Frans natuurlijk heeft laten zien is die paling met teriyaki saus. Hè. Dat is een beetje het Oosterse tintje eraan. Ja, paling is echt een wereldse gerecht te zijn om mee te gaan maken.